Nou, ik ben Leo van Dijk en we zijn nu aanwezig aan de Grondtierendijk nummer 29. Daar heb ik een elektrotechnisch bedrijf genaamd Artlight, maar als hobby doe ik ook kunst erbij maken. En dat gaat me tot nu toe goed af. Dat vind ik heel leuk om te doen. En ik wil dan een paar dingen laten zien die interessant zijn. En dan beginnen we hier met een bewegend object. Kijk, daar gaan we. Alles al beweegt, gaat heen en weer, en zwaait en zwiert. Gaat zo door een trendje heen en weer. Langs, langs. Heeft het nog een naam? Nee, gewoon bewegende dingen allemaal. Kinetische kunst, dat heeft met beweging te maken. Hier draait de cirkelzaag, maar daar heb ik een beschermingsbeugel omheen gemaakt. Want tijdens de fabricage moest ik echt iets doen. En toen ging de cirkelzaag dus over het velletje heen van mijn voorhoofd. Dus ik kan niet meer hebben dat daar ongelukken mee gebeuren. Nou, en dan heb ik hier nog een paar werkplaatsen. Hier de werkplaats, een paar sculptuurtjes gemaakt. Dit, met een mooi sokkeltje eronder. Toont leuk. Eigenlijk alle tandwielen die ik uit de fotocopieermachine heb gehaald, die machine die deed niet meer. En al die tandtoetsen heb ik eruit gehaald en gemonteerd op het tableau. En zodanig gefabriceerd dat het allemaal in elkaar ingrijpt. En dan zie je dus hier van alles bewegen. Komen nutteloos, maar leuk om te zien.